goed. Mijn naam is Nico Nolland. Ik ben in de politiek helemaal nieuw. Dit is mijn eerste pitch. Maar ik heb een vraag aan jullie. Ik heb ontzettend veel sympathie en waardering voor de 5 punten die hier staan. En het doel, of excuses, de noodzaak en alles wat erbij komt, onderschrijven wij helemaal. En ik mag op de tweede plaats staan. Belang van Nederland is de plek, partij waar relatief veel ex-VVD'ers zitten. En die is gewoon realistisch. En voor een beleid waarbij Nederlandse belangen. Ik heb zelf 20 jaar in de ambtenarij gezeten en nu ben ik 12 jaar ondernemer. Ik heb de vraag aan jullie is van wie heeft nou wel eens met homo, lesbo, whatever, geweld in de situatie gezeten dat jullie ook echt aangifte moesten doen bij de politie? Wie heeft er wel eens gezeten in een situatie waarbij iemand die gewoon slachtoffer was, gedwongen moest verhuizen omdat de politieagent informeel tegen je zegt, dat is wie ik ben. Ik ga voor de rest niet thuis kijken. Ik heb met Ivo besproken, die weet dat, maar ik ga dat niet publiekelijk doen. Ik heb dus ontzettend veel waardering. Dan dat eerste is gewoon dat verhaal van die veiligheid, of dat is eigenlijk het tweede, dat is het eerste. En wij zeggen dan, de wijkagent moet terug. En de wijkagent moet weten waar kwetsbare mensen wonen. En dat zijn jullie, maar dat zijn ook andere groepen. Dat hoeven we niet uit te leggen. Het verhaal van de woningbouw. De woningbouw is bij ons echt een speerpunt. Wij zijn vastgoedboeren. Nou, niet echt, ik was een beetje wel verleden. Maar er zitten een aantal mensen bij met vastgoed. En die kijken vanuit het bedrijfsleven op een hele andere manier daarnaar. We hebben 7% in Nederland van onze sociale woningen verpast in de laatste 10, 12 jaar. We hebben tegelijkertijd meer dan 100.000 mensen erbij gekregen. Dus dan gaat het mis. Zijn dan de particuliere beleggers, de participators die geld verdienen aan anderen? Of zijn dat dan toch niet mensen? Nou heb ik een tip voor jullie. Want het doel onderschrijven, het middel niet. Het middel is heel erg ambtelijk, gemeente, richt de stichting op. Jullie hebben geld. Er zijn mensen binnen jullie groep die hebben geld. Zorg dat je financieel goed bent. Je hebt een stichting. Als wij in het college zouden komen, wij zijn ervoor dat er ook woningbouw kan plaatsvinden in nieuwe gebieden. Zoals in de jaren 80 en 90 gebeurde in Randwijk, in de Eldegaard, in De Heeg. Misschien stukjes erbij bij Itre Borgharen. Dat is wel lastig, maar als je met 100.000 mensen per jaar groeit, en met alle respect, ik heb heel veel ervaring met Oost-Europa. Oekraïne is een mega groot land, had 50 miljoen, nu nog 45 miljoen mensen. Ik denk dat er meer dan 1 miljoen naar Nederland komen. Dus als we het hebben over 2000 mensen Zuid-Limburg, dat is het leuk. Mijn inschatting is 1 miljoen. Dus hou er rekening mee dat veel meer jullie mogen een stuk grond. Jullie hebben grond nodig en een vergunning en een bestemmingsplan. Die grond die moet je zelf doen, maar dan kan de gemeente je wel helpen met de wet op het grondbeleid. Want de gemeente kan de voorkeursrecht neerleggen. Dat kan, dan kun je landbouw grond pakken. Dan ga je eigen ding doen. Vervolgens, oudere huisvesting. Beste lieve mensen. Er zijn hier 2 bejaardenhuizen dichtgegaan. En weten we nog waarom? Omdat er de norm kwam van 1 kamer is niet meer genoeg. Zorg en woning gaan splitsen, 7, 8 jaar geleden. We moeten dus naar 2 kamers. En de 2 grote projecten, Galachus en de Molenhof in de binnenstad, zijn allebei naar projectontwikkelaars gegaan op de commerciële markt. En natuurlijk zijn er andere mensen die daar wel weer van huis kunnen kopen. Maar jullie, mijn voorstel zou zijn, doe het zelf. Denk aan de katholieke kerk, die doet ook zelf. Die hebben eigen verzorgers van huizen voor geestelijken. De scholen. Wij zijn tegen de onderwijsboulevard. Wij zijn tegen een LVO. Dat ga ik namen noemen, maar het zijn mensen, het zijn echte bestuurders. Die zijn ook echt op rekening leven. Als jullie een school willen, richt je eigen school op. Dat mag. Waarom niet? En de gemeente heeft dan de verplichting je een gebouw ter beschikking te stellen. Dus dat is heel interessant. Het staat in de onderwijswet. Dus dan doe je iets heel concreets. Ja, en die veiligheid. Ik denk dat er 2 grote fouten gemaakt worden met veiligheid. Dat is 1, de schaamte. Dat je te lang wacht. Dat ze zeggen altijd, was maar eerder gekomen. En 2, dat je geoot bent. Dat je niet een bewijs hebt. Dat je zegt, ja maar, en dit of dat is mij gebeurd. Je hebt dan hulp nodig. Slachtofferhulp is er. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat jullie iets van doen met een stichting. Of anders zit je met een aparte tak van slachtofferhulp voor de mensen. Dat iemand met je meegaat en dat hij je helpt
op het moment dat het heel moeilijk is en even van tevoren een briefje maakt, zodat je niet zeg maar in de emotie praat, maar ook zegt van het was zo laat, tak, 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 dat gebeurde. En dan ga je naar al die feiten. Want die feiten is wat, als het over veiligheid gaat, wat de politie wil horen. Zij kunnen alleen maar een rapportje opmaken, dat naar het Openbaar Ministerie sturen. Dat is een hele andere ambtenaar. Dus eerst is zeg maar alleen maar een schrijver. En het Openbaar Ministerie bepaalt of er wel of niet vervolgd wordt. En daar sta je dan. En dat is de situatie. Ja, en zichtbaarheid bevorderen. Ik zie het nog laatst staan, ik hou nog even bij. Jongens, kom op, Maastricht is de stad van de lach, van de carnaval. Maar Maastricht is ook de stad van Europa. Maakt me niet uit. Whatever, weet je? Maakt er wat van. Dus dat is het idee. Dus ik wil heel graag tekenen voor doel, graag, middel, meer vanuit de ondernemerskant. Zoals wij het dus aanpakken, Jan. Mijn naam is Mark Mulders. Ik sta op plek 4 op de kandidatenlijst van GroenLinks in Maastricht. Ik voel me vereerd en ik ben trots dat ik vandaag namens GroenLinks het regenboogstembusakkoord mocht tekenen. Mocht ik in de raad komen, ga ik die stem zijn voor al die mensen die het LHBTI-alfabet in Maastricht verrijken. Ik wil vandaag ook stilstaan bij de situatie in de Oekraïne. Vluchtelingen, dus ook LHBTI-vluchtelingen, moeten zich veilig voelen in heel de stad Maastricht. We kunnen vooruitkijken, maar ik wil ook heel graag stilstaan bij de successen die GroenLinks de afgelopen jaren in Maastricht heeft behaald. Denk aan het regenboog-zebrapad op het Vrijthof. Dat hebben we te danken aan onze wethouder en lijsttrekker Gert-Jan Krabbedam. In 2016 stelde GroenLinks schriftelijke vragen toen 3 transgenders werden belaagd door mensen vlak hier voor Café Rosé. In 2019 heeft GroenLinks ook schriftelijke vragen gesteld, samen met de Partij voor de Arbeid. Want op die dag, op Coming Out Day, ontbrak regenboogvlag aan het stadhuis. En ik wil ook refereren naar de afgelopen maanden. 2 dingen. Op vrijdag 10 december was de hele stad Maastricht paars verlicht. En hoezo was dat? Omdat GroenLinks een open brief heeft geschreven aan het college, met het verzoek om de stad paars te verlichten op Paarse Vrijdag. En ik refereer ook eventjes naar 25 januari, toen werd ik beëdigd als burgerraadslid en een aantal uren daarna stelde ik samen met het raadslid Menno Jansen schriftelijke vragen over het rozenlopercertificaat. Dus als er 1 partij is die de afgelopen jaren echt voorop heeft gestaan voor de LHBTI-sector, dan is het GroenLinks. Maar laten we nu vooruitkijken, want de verkiezingen zijn in aantocht. En GroenLinks heeft daar een aantal hele belangrijke punten die ze willen realiseren in het verkiezingsprogramma, die we ook de komende 4 jaar hopen te realiseren. Het is belangrijk dat jongeren, maar ook studenten uit binnen- en buitenland weten waar ze kunnen aankloppen wanneer ze vragen hebben over diversiteit en seksualiteit. En daardoor is het ook heel belangrijk dat de Maastrichtse hulpverleners genoeg vaardigheden bezitten om deze doelgroep de juiste informatie te verstrekken wanneer die vragen er zijn. Maar er zijn nog meer belangrijke punten voor de LHBTI-sector die wij heel graag willen realiseren. Maastricht mag nog diverser zijn. En wij zouden het heel erg belangrijk vinden wanneer we ook dat meer gaan uitdragen. Denk bijvoorbeeld bij de ridderronde, ieder jaar. In plaats van de gele trui zou het heel mooi zijn als de winnaar tijdens de ridderronde een regenboogtrui zou ontvangen. En hoe mooi zou het zijn als de Gay Pride in Amsterdam is en daar een heel groot feest is, dat we ook in Maastricht de regenboogvlag op allerlei plekken die dag ten tonele laten komen. Zien wapperen wil ik eigenlijk zeggen. Maar er zijn nog meer punten die ik heel graag tijdens dit verhaal aan jullie wil vertellen. Want het begint allemaal met bewustwording. En we gaan in het bijzonder het gesprek aan op scholen, maar ook met werkgevers. Om aandacht te vragen voor de LHBTI-sector in Maastricht. En in dat kader vind ik dat we bijzondere aandacht moeten vragen voor transgender en intersexe personen. En voor mensen die te maken hebben met een combinatie van non-discriminatiegronden. Bijvoorbeeld omdat ze moslima zijn en lesbisch. En het COC, ja ik richt me even tot jullie, het COC kan ook waar nodig ondersteuning bieden. Denk aan Queercare. Het staat bij ons al in het verkiezingsprogramma. Het is afgelopen september opgericht, Queercare. Jullie zeiden het net al, maar het staat bij ons in het verkiezingsprogramma. En wij vinden dat het COC de komende jaren met hulp van de gemeente voldoende middelen moet krijgen om dit te laten uitgroeien tot een waardig en goed professioneel zorgloket dat bemand wordt door vrijwilligers. Allemaal mooie ideeën, maar willen we deze ideeën realiseren, dan moeten we met een sterk GroenLinks terugkeren in de gemeenteraad. Dus na 16 maart. En daarom vraag ik de stem. Ik vraag de stem van het volk van Maastricht en ik vraag voor een plaats in uw regenbooghart. Dank u wel.
Mijn naam is Toon Scherdien en ik sta op nummer 4 van D66 Maastricht. D66 Maastricht heeft zich de afgelopen tijd in Maastricht, de afgelopen 4 jaar, hard gemaakt voor kwetsbare jongeren, voor mensen in de LHBTI-gemeenschap en voor meer inclusiviteit en diversiteit in onze gemeente. Maastricht is een diverse, tolerante en inclusieve stad, maar tegelijkertijd zijn we er ook nog niet. Daarom ben ik ontzettend blij dat we hier vandaag, ook voor de aankomende 4 jaar, met zoveel andere partijen het regenboogstembusakkoord gaan ondertekenen. En tegelijkertijd spreekt de afwezigheid van andere grote partijen ook boekdelen. Dat is iets waar we de aankomende 4 jaar heel hard aan moeten werken. Want diversiteit, inclusiviteit, tolerantie verdient een politieke meerderheid om aan te werken. Ik weet nog goed dat ik hier in Maastricht kwam. Ik was 17, ik kwam uit Arnhem, net begonnen met studeren hier. En in Arnhem, op de middelbare school, nog een beetje onzeker over mijn seksualiteit. Maar hier in Maastricht dacht ik ga met een schone lei beginnen. Ik kom hier uit de kast, ik zeg meteen, ik ben homo. Dat mag iedereen weten. Tinder gedownload, Grindr gedownload. Dan weten we allemaal een beetje hoe dat gaat verlopen. En dat was voor mij heel erg pril. En reflecterend ook prettig. En ik heb de veiligheid mogen ervaren en de openheid mogen ervaren om in Maastricht te zijn wie ik wil zijn en de stappen te kunnen zetten om mezelf te ontwikkelen tot de Thomas die ik nu ben en die hier naar jullie spreekt. En tegelijkertijd weet ik ook dat vrienden dat niet altijd hebben kunnen doen. Die zijn in onveilige situaties terechtgekomen. Die hebben te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. En daar moeten we met z'n allen heel erg aan werken. En daarom vind ik het belangrijk dat we van alle goede dingen die in het regenboogstembusakkoord staan, dat we voornamelijk ook inzetten op jongeren en op studenten. Want daar hebben we er heel veel van in Maastricht. En dat betekent dat we moeten investeren in de juiste voorlichting, in campagnes over diversiteit, over seksualiteit, over gender, over consent. Op onze mbo's, op onze hbo's, op de universiteit, op middelbare scholen, op de werkvloer. Daar moeten we ons hard voor maken. En daar wil D66 Maastricht zich hard voor maken. Dat zullen we ook de aankomende 4 jaar blijven doen. Die kansen die ik heb mogen ervaren om te zijn wie ik wil zijn, dat we ook toekomstige generaties die kansen kunnen bieden. Daar zal ik me in ieder geval de aankomende 4 jaar ontzettend hard voor inzetten. En ik hoop dat u, wie er ook kijkt, mij die kans zal bieden om dat voor u te mogen doen. Dankjewel. Mijn naam is Sjoel Klaasens. Ik sta op nummer 8 voor de lijst Partij van de Arbeid voor de gemeenteraadsverkiezingen in Maastricht. Ik kan het me nog herinneren alsof het gisteren was. Mijn toenmalige vriend en ik liepen na een avondje terrassen terug naar huis, hand in hand, toen een willekeurige voorbijganger besloot om daar iets van te zeggen. De eerste keer in mijn leven dat mijn seksualiteit tegen mij gebruikt werd. Hoewel ik altijd maatschappelijk betrokken ben geweest, ging er nu toch wel een extra knopje om in mijn hoofd. Als geboren en getogen Maastrichtenaar was ik altijd in de veronderstelling dat je in Maastricht je ongegeneerde zelf kon zijn. Dat bleek dus niet altijd het geval. Hoewel het in Maastricht lang niet slecht gaat, is er altijd ruimte voor verbetering. In de loop van het afgelopen jaar stelde ik mij kandidaat voor de Maastrichtse gemeenteraad. De Partij van de Arbeid is altijd een club geweest waarbij ik me thuis voelde. Zowel ideologisch als om wie ik ben. Het is een partij die luistert naar de zorgen van onze gemeenschap en er ook niet voor schroomt om actie te ondernemen. Ik nam mijzelf voor om me als kandidaat extra in te zetten voor de LHBTI+ gemeenschap, want een steuntje in de rug kunnen we altijd gebruiken. En hier zit ik dan. Met de volledige ondersteuning van onze kandidatenlijst en onze achterban heb ik de eer dit regenboogstembusakkoord vandaag te ondertekenen. De PvdA kijkt met een warm hart naar Maastrichtse LHBTI'ers en ziet het voeren van inclusief beleid in de gemeente als een kerntaak. Of dit nu gaat over algemene vertegenwoordiging in de raad, het uitdragen van onze liefdevolle boodschap of ondersteuning bieden waar dan ook nodig. Hierbij hoort ook de waarborging van onze veiligheid en het faciliteren van mogelijkheden om deze veiligheid te zoeken, zowel op straat als in het onderwijs. Vooral onze jongeren verkeren in een kwetsbare situatie wanneer ze hun seksualiteit beginnen te ontdekken. Zorgen voor goede voorlichting en begeleiding in het onderwijs en de onmisbare jeugdzorg is dan ook cruciaal. Wanneer wij denken aan de LHBTI+ gemeenschap, gaat het om de gehele gemeenschap. Niet alleen de mensen die al generaties in Maastricht wonen, maar ook nieuwkomers, mensen van kleur en vluchtelingen. Maastricht moet het goede voorbeeld geven aan de rest van Nederland, Europa en zelfs de wereld. Waar anderen wegkijken, zwijgen en stilzitten, zal Maastricht wat de PvdA betreft ingrijpen, zich uitspreken en vooruitkijken. Het doet ons veel deugd om te zien dat zoveel Maastrichtse partijen hier vandaag aanwezig zijn om deze doelen te ondersteunen.
Maar we moeten ons ook beseffen dat wij een grote verantwoordelijkheid op ons nemen. En daarom kijk ik even extra naar alle aanwezige partijen. Een document ondertekenen en verbaal steunen is één. Maar wij delen na vandaag de collectieve taak om dit om te zetten tot concrete actie in de komende 4 jaar en daarna. Denk hieraan wanneer jullie straks in het stemhokje staan. Laat dit meewegen in jullie beslissing. Stem sociaal, stem liefdevol, stem PvdA. Dank jullie wel. Hallo, mijn naam is Mart en ik ben de nummer 3 van Volt Maastricht. Voor de mensen die Volt nog niet kennen, wij zijn een Europese partij en we zijn een groeiende beweging in Luik en we zitten al in de gemeenteraad in Aken. Wij pleiten dus ook ervoor om de problematieken rondom de queergemeenschap op deze manier in alle steden met buursteden samen op te pakken. Ik heb lang nagedacht over hoe ik deze pitch in wil gaan en wat ik wou delen over mezelf. Voor mij is het belangrijk om aan te geven dat ik onderdeel ben van de queergemeenschap. En ik hoop op deze manier ook mensen te inspireren dat je altijd jezelf moet kunnen zijn. Het vervelende, en dat vind ik iets wat ik lastig vind om te delen, is dat je hier eigenlijk moet zitten. Voor ons in Volt is het heel normaal om jezelf te kunnen zijn. Maar sommige mensen vinden dat heel erg lastig om te accepteren. Wij pleiten dus ook voor een Maastricht voor alle Maastrichtenaren. Wat is dan op dit moment de prioriteit? Wij willen heel graag geld geven, extra geld, naar roze in blauw. Zodat in ieder geval op dit moment de mensen die acuut daar tegenaan lopen, tegen onveilige situaties, dat die in ieder geval direct beschermd worden. Maar wij vinden eigenlijk dat het een dieper probleem is. We willen dit met onderwijs eigenlijk op de basisschool al aanpakken. Het les krijgen over gender en seksualiteit had ik dat maar toen ik de basisschoolleeftijd had al een keer voorbij zien komen. Het lastige is dat als je iets bent niet tegen bent gekomen in het leven, dan moet je heel erg veel moeite doen om je erin te verdiepen en te verplaatsen. Dus wij denken dat het op jonge leeftijd al heel verstandig is om daar al mee in aanraking te komen. Zodat je later weet, oké, niet iedereen is hetzelfde en op deze manier kan je dus je eigen leven leiden. Een Maastricht voor alle Maastrichtenaren, dat is het doel. Vaak wordt er over de queergemeenschap gepraat, eigenlijk zoals we het nu doen. Net voor de verkiezingen, een spotje opnemen, advertenties draaien. Maar voor ons gaat het om een vaste stem te geven aan de queergemeenschap. We willen graag een burgerraad introduceren waar mensen over de queerproblematiek kunnen praten, maar ook mensen vanuit de community zelf kunnen praten. En op deze manier willen we toch dat de inspraak van burgers ook direct bij de gemeenteraad terechtkomt. En dat je op deze manier dus ook de problematieken vanuit de maatschappij beter weet te tackelen. Het hart van Europa, dat willen we worden. Maar op welke manier kan je dat het beste doen? Ik denk door naar je eigen hart te kijken en te luisteren, hoe wil jij over straat kunnen lopen? En die omgeving, die willen we met z'n allen gaan creëren en daar zullen we ons heel hard voor in gaan zetten. Ik zeg we, want onze lijst bestaat voor bijna de helft uit queer. En dat is iets waar we super trots op zijn. En op deze manier hopen we ook een veilig gevoel te geven aan de mensen die op ons gaan stemmen. Dat je weet dat in ieder geval deze stem goed gehoord wordt en dat we die willen vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Goedenavond, mijn naam is Harold van Wissen en ik sta op nummer 11 van de Maastrichtse Ondernemerspartij. Nummer 22 in de lijst. Ik ben 57 jaar oud, ben ondernemer en dat doe ik al samen met mijn man 23 jaar in Wiek, Modemannen Wiek. De Maastrichtse Ondernemerspartij voelt zich vereerd hier vanavond te zijn. En we hebben dus ook het stembusakkoord van de COC Limburg hierbij ondertekend. Dit omvat een vijftal onderwerpen die ook goed aansluiten bij hetgene wat wij als speerpunten hebben in onze partij. Een bruisende stad, een veilige stad en de werkgelegenheid. De aftrap van Jason voor deze avond, die omvatte een hele goede alinea. En dat was de alinea van de COC met het 50-jarig bestaan. En dat het nog steeds bestaat en dat de queer er nu is bijgekomen. Dit is heel belangrijk voor onze stad, dat die veiligheid voor alle mensen, maar ook voor deze groep met name, gewaarborgd kan worden. Hiervoor zullen wij ons ook inzetten. En de vraag is ook, hoe gaan wij dat doen? Hiervoor hebben wij natuurlijk ook over gesproken. En er zal veel informatie naar boven moeten komen en gehaald moeten worden, ook waar die problemen zitten. Een probleem moet aangepakt worden bij de bron en niet aan de oppervlakte.
De bron zijn de scholen, daar waar Volt ook over gesproken heeft. De bron is wie zijn de veroorzakers van de problemen onder mensen die gediscrimineerd worden, mensen die uitgescholden worden, mensen die geplaagd worden. Het is heel belangrijk om onderaan te beginnen, dus de voorlichting op scholen. Hier moet budget voor vrijgemaakt worden door de gemeente. Dit is het belangrijke, de belangrijkheid, de veiligheid op straat, dat we het allemaal kunnen doen. Maar dit is niet alleen in de binnenstad, dit is ook in de buitenwijken. De buitenwijken moeten erbij betrokken worden. We wilden geen tweede Tanja Groen. Dit mag absoluut nooit meer gebeuren. Dit gebeurde ook op een donkere weg. Veiligheid, de binnenstad, handhaving. Hoe kan dat verbeterd worden? Dit komt allemaal te goede, niet alleen van de ondernemers, maar ook van de burger die ook in de binnenstad woont en de buitenwijken. Ook is het heel belangrijk dat we activiteiten niet alleen concentreren in de binnenstad, maar dat we dat verdelen, dat we iedereen erbij halen, dat we iedereen gelijkheid krijgen. Ook de wijken moeten kunnen zien dat activiteiten die in de binnenstad plaatsvinden voor iedereen zijn, ook voor de mensen die buiten wonen. Over de queergemeenschap, waar veel van te doen is, het is nieuw. Het is nieuw in de wereld, iets van de laatste jaren dat pas veel besproken wordt. Het wordt besproken, wat wordt ermee gedaan? Het is nu nog altijd vechten voor zichzelf en door ervaringen die naar boven komen, moet iedereen die in die queergemeenschap leeft, moet zich daar een weg in weten te vinden. Nee, dit is andersom beter om te doen. Wanneer wij de kinderen op school, in alle wijken, in de rijke wijken, in de arme wijken, wanneer we die van vooraf aan goed inlichten, daarmee opvoeden, is het probleem grotendeels van de baan. Die mensen krijgen dan ook makkelijker werk. Die mensen kunnen overal aan het werk, want het maakt namelijk niks meer uit op dat moment. Ook voor de ouderen in de bejaardentehuizen is het heel belangrijk dat er aandacht gegeven wordt aan hoe zij daar kunnen wonen, leven en opgenomen worden in de groep waarin ze gedwongen moeten gaan wonen op oudere leeftijd. Hier staan wij voor. Hier moet iets voor gebeuren. Ook de leefbaarheid in de binnenstad. Denk eens aan de coronatijd die we gehad hebben. Loop eens door de stad, kijk naar de leegstand. Dit is vreselijk. Dit is vreselijk voor de lege panden, maar dus ook vreselijk voor de retailer die daarnaast zit. Hoe gaan we daarmee om? Wat gaat ermee gebeuren? Hoe krijgt die retailer nieuw personeel? Er is geen personeel. De stad moet aan het bruisen komen. Er ligt een heel groot werkvlak. Maar ook kunnen in de stad meer mensen gaan wonen. Ook dit is een punt waar we aandacht aan zullen gaan geven. Het mengen, het laten bruisen van de binnenstad, de veiligheid. Ik denk dat ik heel veel gezegd heb voor mijn eerste keer dat ik een pitch geef. Ik dank jullie en ik wens ons allen een hele goede verkiezingsstrijd. Dank u wel. Goedenavond. Dames, heren, jongens, meisjes. Mijn naam is John Gunther van de groep Gunther Maastricht. Ik zit al 16 jaar in onze gemeenteraad en ik doe dat met volle overtuiging en met volle passie. En in al die jaren heb ik heel veel zien komen, zien gaan. En niet alleen van mensen, maar wel van de hele problematiek waar onze stad mee te maken heeft. Vanavond heb ik ook met trots het regenboogakkoord getekend. En wel omdat voor mij partij, groep Gunther Maastricht, die het verschil gaat maken in Maastricht, het heel belangrijk is dat het niet alleen gaat over jou en mij, nee, het gaat over de hele stad. Het gaat over alle inwoners die hier in Maastricht wonen, leven, hun dingetjes willen doen. En hun dingetjes willen doen, dan willen ze op een veilige, leuke en goede manier doen. En daarbij hoort ook dat de acceptatie in onze stad gewaarborgd wordt. En daar maakt Groep Gunther Maastricht het verschil. Maar wij willen ervoor zorgen dat er genoeg platform is waar mensen, zeker vanuit de LHBTI-gemeenschap, gehoord kunnen worden. Maar niet alleen gehoord, want die platforms die ken ik allemaal. Vandaar dat wij het weliswaar niet in het akkoord van ons hebben opgeschreven. Maar wij willen wel hebben dat daar plaats is, dat daar adequaat gereageerd gaat worden op de geluiden die jullie als LHTBI naar voren brengen, ook al wordt gehandeld. Want we kunnen veel, we kunnen zeggen ja, we hebben het gehoord, en ja, we zullen eens kijken. Oh ja, ja, als dat tijd is en geld, ja, dan gaan we daar iets aan doen. Maar er wordt nooit iets aan gedaan. En daar maken wij wel een verschil. Wat willen wij? We willen de wijkagent een hele goede plaats in de wijk geven. En niet achter zijn bureau, daar wel op de Bisschopssingel is dat. Nee, hij krijgt een plaats in de wijk. En hij gaat de problemen samen
met de mensen uit de wijk oplossen. En hij doet dat vanuit zijn professie, vanuit zijn kunnen. En hij luistert en hij helpt. Daarnaast moet er door de gemeente een budget worden vrijgemaakt, waardoor deze wijkagent kan werken. Maar niet alleen de wijkagent, maar laten we goed kijken naar onze wijken. We hebben straathoekmedewerkers nodig. Dat zijn de oren en ogen van onze wijk. Daar komen de problemen bij. Die zijn aanspreekbaar. Daarnaast, en dat is het cruciale punt, kun je vanuit deze optie kun je echt gaan werken dat deze mensen die gechanteerd worden, uitgescholden worden, onjegend bejegend worden, grensoverschrijdend gedrag tegenover wordt getoond, die kun je dan adequaat helpen. En daar staat mijn partij voor. En ik beloof jullie, als jullie stemmen op lijst 18, groep Gunta Maastricht, dan wordt het verschil ook gemaakt. Met z'n allen zijn wij Maastricht. En wie je bent, wat je bent, hoe je bent, dat maakt voor mij geen verschil. Wij zijn Maastricht en wij maken Maastricht. Ik dank jullie. Mijn naam is Alain Garnier, nummer 4 van Partij Veilig Maastricht. Partij Veilig Maastricht heeft, zoals de naam eigenlijk al verklapt, veiligheid hoog in het vaandel staan. Het gaat hier niet alleen om veiligheid in de letterlijke zin van het woord, maar ook de andere vormen van veiligheid, zoals geborgenheid en ruimte hebben om zonder enige vorm van beperking te uiten hoe je bent en wie je bent. Partij Veilig Maastricht is hier vanavond aanwezig omdat we het niet meer dan normaal vinden uit te dragen dat iedereen, ongeacht geaardheid, erbij hoort. En daarom is inclusief beleid voor ons extreem belangrijk. Het dient verankerd te worden in de wijze waarop de gemeente als organisatie functioneert. Het moet als een standaard reflex aanwezig zijn. Discriminatie op meerdere gronden is iets dat niet altijd even goed zichtbaar is en voor iemand die er niet mee te maken heeft, moeilijk om een voorstelling bij te maken. Stel je maar eens voor dat je als moslimvluchteling anders geaard bent en terechtkomt in een omgeving waar dit feitelijk niet geaccepteerd wordt. Of waarin je je beter juist klein houdt. Juist in deze situaties moet de gemeente in de bres springen. Partij Veilig Maastricht vindt het ook ontzettend belangrijk om de veiligheid te bevorderen, want zoals gezegd, het zit in onze naam. Het is zaak dat we geweld voorkomen door al vroeg uitleg en scholing te geven. Partij Veilig Maastricht tolereert geen enkele vorm van pesten of geweld. In mijn ogen is de overheid hier in mijn tijd op school en zeker de middelbare school ernstig tekortgeschoten. Het was simpelweg geen thema. Jongeren bleven vooral in de kast. Dat is gelukkig veranderd, maar we zijn er nog niet. Het is zaak dat we met duidelijke beleidspunten educatie over het thema op een structurele manier gaan verankeren. Om op het thema educatie in te haken, dat geldt ook voor beleidsmedewerkers uit allerlei lagen van de gemeentelijke organisatie. Ze zullen bijgeschoold en getraind moeten worden. We zijn het eens met het feit dat een gemeente zoveel mogelijk genderinclusief moet werken. En voor ons is het eigenlijk heel simpel. Iedere maatregel die ervoor zorgt dat de LHBTI-gemeenschap zich nog meer thuis voelt in Maastricht, die moet doorgevoerd worden. We zullen echter op een zeer frequente manier moeten meten of ons beleid bijgestuurd moet worden. Zijn we wel op de goede weg? Wat lukt nog niet goed? En zijn er nieuwe behoeftes? Voor Partij Veilig Maastricht betekent dit dat in het akkoord voor de komende 4 jaar vastgelegd moet worden wat er moet gebeuren en dat dit dan ook nauw opgevolgd moet worden. Daarbij zal de COC een belangrijke partner voor ons zijn. En voor Partij Veilig Maastricht geldt altijd dat onze inwoners blij moeten zijn met hetgeen wat wij voor hen doen. We zitten voor jullie in de raad en niet voor onszelf. Is er een behoefte of een hulpvraag, dan zullen we ons best doen daarin te voorzien. Een roze lopercertificaat hoort daar voor ons als vanzelfsprekend bij. En het is absoluut vreemd dat we hier nog niet aan voldoen. Partij Veilig Maastricht geeft zelf ook het goede voorbeeld. Door een luisterend oor te zijn voor de LHBTI-gemeenschap en samen nieuwe stappen te zetten. Onze lijst bevat niet voor niets meerdere personen uit de LHBTI-gemeenschap. En dat maakt het bovendien reuze gezellig. Stem 14, 15 of 16 maart, lijst 8. Alain Garnier, Partij Veilig Maastricht, nummer 4. Dankjewel.
Hoi, ik ben Jules Vaassen. Ik ben lijsttrekker van de Partij voor de Dieren hier in Maastricht. En voor wie ons niet kent, wij zijn natuurlijk een echte actiepartij. Dat blijkt wel uit het feit dat wij als politieke partij, als enige politieke partij, vorig jaar hier aanwezig waren bij het protest met Internationale Vrouwendag. En dat is wel meer dan broodnodig, want hier in Maastricht heeft meer dan een kwart van de Maastrichtse studenten heeft last van seksueel geweld, is daar slachtoffer van. En uiteraard is dat niet alleen beperkt tot studenten hier in Maastricht. Ook de gewone Maastrichtse vrouw, maar ook ja, LHBTIQA-plussers, die vallen daaronder. En met een actieplan willen wij dit tegengaan. En dat wij een actiepartij zijn, blijkt ook wel dat wij acte de présence gaven bij de dag tegen transfobie en homofobie. Zelfs hier in Maastricht, hoofdstad van de provincie Limburg, is dit nog altijd keihard nodig. En jammer, want juist door ons, door Partij voor de Dieren, is de provincie Limburg al 5 jaar een regenboogprovincie. En dit is wat wij ook voor ogen hebben met de gemeente Maastricht. Wij willen van Maastricht een regenboogstad maken, waarbij de acceptatie van LHBTIQA-plussers bevorderd wordt, als ook de veiligheid daarvan. Om dat te bewerkstelligen willen we ook dat de politie, de Maastrichtse politie, sensitiviteitstraining krijgt. Dus dat ze beter omgaan met slachtoffers van intimidatie, van seksueel geweld, zodat aangifte doen zo laagdrempelig mogelijk wordt. Daarnaast wordt in Maastricht zoveel mogelijk zichtbaarheid gegeven aan LHBTIQA-plussers. Dat betekent dus dat op bepaalde dagen, zoals Coming Out Day, de dag tegen transfobie, publiekscampagnes, lezingen, vlaggen, transgendervlaggen, de regenboogvlaggen uitgehangen worden. En ook komen er structureel meer regenboogzebrapaden in Maastricht. Daarnaast spelen jongeren natuurlijk een enorme rol in onze maatschappij. Op Maastrichtse scholen wordt extra voorlichting gegeven over LHBTIQA+ discriminatie. Lessen worden verzorgd over eenzaamheid onder LHBTIQA+'ers. Het oprichten van een Gender and Sexuality Alliance op school draagt bij aan een veilige omgeving. En tot slot komt er ook aandacht voor dakloze en thuisloze LHBTIQA+ jongeren, zodat ook zij gratis en passende slaapplekken hebben. Niemand hoeft op straat te slapen. En tot slot zijn we wel van mening dat het diversiteitscharter in Maastricht gebracht moet worden. Dit gebeurt al op ons initiatief in de provincie Limburg. En ik hoef hier natuurlijk in het COC niet uit te leggen dat dit een samenwerkingsverband is tussen het COC, FAM en ook Antidiscriminatievoorziening Limburg. Het is jammer genoeg broodnodig in Maastricht, want in Limburg is het aantal meldingen van discriminatie en uitsluitingen nergens zo hoog als hier in Limburg. Naar rato staat Limburg zelfs op plek 4, volgens de landelijke monitor discriminatie. Bedrijven, organisaties, onderwijsinstellingen, gemeentes en AZC geven niet voor niets aan dat de acceptatie van LHBTU onder druk staat. En daar, juist daar, willen wij als Partij voor de Dieren een einde aan maken. Dank u wel. Nou, goedenavond allemaal. Ik ben Jeroen van Moed. Moed staat voor open, eerlijk en democratisch. En vanuit deze open, eerlijke houding zit ik als non-binair, gender-questioning, neurodivergent persoon bij deze toffe bijeenkomst. Ik vond het belangrijk om te laten zien hoe gender-expressie kan verschillen. Dus vandaar dat ik in deze uitdossing ben gekomen. En we gaan door de 7 punten kort heen om de ideeën die Moed daarover heeft bij jullie te laten zien. We hadden het al kort over de initiatieven, of die staan, die daar werd over gevraagd. Er zijn in onze stad een aantal hele bijzondere queer initiatieven. En er is eigenlijk gebleken dat daar toch wel flink veel behoeften zijn waar de stad nog niet aan kan vervullen. En volgens ons is het echt aan de gemeente om naar die organisaties de brug over te lopen en om te gaan kijken in het dialoog wat we kunnen faciliteren voor deze organisaties. Volgens Moed is er een gebrek aan facilitatie in de stad Maastricht als het gaat over bottom-up organisaties. En daar vinden we bij queer organisaties ook terug. Er zijn organisaties die bijvoorbeeld ruimte zoeken of geld nodig hebben of meer zichtbaarheid. En wij zien daar een rol in voor de gemeente om daar een handreiking in te doen. Ook de uitdagingen van meervoudig gemarginaliseerde personen zijn heel divers. Het COC noemde al in hun uitnodiging trans, intersexe personen, LGBTI, asielzoekers en ouderen, maar Moed denkt dan bijvoorbeeld ook aan neurodivergente queer personen en queer personen met een lichamelijke beperking.
Een intersectionele aanpak is volgens de partij Moed van heel groot belang. En de gemeente zou deze aanpak over de hele breedte meer moeten toepassen. Dan hebben we het niet alleen in het beleid, maar voornamelijk ook in het sociale domein. Wordt daar echt veel gemist. Het is bijvoorbeeld voor gemarginaliseerde mensen vaak lastig om aan een baan te komen. Neurodivergente mensen hebben een andere behandeling nodig in het sociale domein en zo verder. Dan willen we nog even inhaken op een stukje veiligheid. Wij zagen dat vooral de politie aan het bod kwam. Ervaring leert dat de politie eigenlijk toch vaak voor LGBTI-mensen niet veilig is. En er is in de cultuur van de politie vaak sprake van toxische masculiniteit. Die ervoor zorgt dat op het moment dat iemand aangifte komt doen, het vaak niet serieus genomen wordt. En dat vinden we heel schrikbarend. We denken dat het belangrijk is dat er binnen de politie een cultuurverandering plaatsvindt. Die roze en blauw al ingezet heeft, maar die volgens ons nog veel verder dan dat kan worden voortgezet. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat er andere aanspreekpunten komen waar mensen wel op een veilige manier hun melding kunnen maken van bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag of een aanval op straat. We hebben het ook even over seksuele voorlichting. Andere partijen hebben het ook al even genoemd. Wij vinden het eigenlijk gek dat die seksuele voorlichting vaak gaat over SOA's en zwanger worden, terwijl seks heel fijn is en intimiteit heel prettig is. We vinden het dus ook belangrijk dat dat het zwaartepunt wordt van seksuele ontwikkeling voor jongeren. Het mag dan bijvoorbeeld ook gaan over BDSM, polyamorie of kink, want dat hoort er ook bij. En we vinden het belangrijk dat er in de educatie aandacht komt voor de diversiteit van het menselijke lichaam. Dan hebben we het bijvoorbeeld ook over intersexe lichamen. En dat er aandacht komt voor genderdiversiteit. En niet alleen maar voor man, vrouw en wat daartussenin valt, maar bijvoorbeeld ook voor genderloze identiteiten. En het belang van het in de kijker stellen van aseksuele en aromantische identiteiten. We vinden dat in seksuele voorlichting iedereen zichzelf moet kunnen herkennen. En dus ook deze identiteiten die tot nu toe eigenlijk worden achtergelaten. Daarnaast vinden we het in educatie belangrijk dat de verkrachtingscultuur waar we nu eigenlijk nog in leven wordt aangepakt daar waar het het effectiefst is. En dat is in dit geval bij de mannelijke populatie, waarin we zien dat stoer doen nog steeds een heel belangrijk onderdeel is van het omgaan met elkaar. We kunnen deze mannen ook kwetsbaarheid onderling, elkaar eens een knuffel kunnen geven zonder dat het verder iets betekent. Of als je verdriet hebt, dat bij elkaar opzoeken. Dat is voor jonge kinderen en mannen op leeftijd echt een gemis. En volgens mij kunnen we daardoor ook een heel groot probleem aanpakken als we het hebben over straatintimidatie of grensoverschrijdend gedrag. Wat we heel belangrijk vinden als partij is representatie. En daarom staat ook in de eerste 6 mensen van onze lijst zijn 4 queer mensen vertegenwoordigd. Onder andere biseksuele mensen en gender questioning non-binary mensen. En ook neurodivergente mensen zijn bij ons gerepresenteerd. We missen nog een perspectief van mensen van kleur. Daar zijn we ons bewust van. En dat is ook zeker iets waar we in de toekomst heel graag aan willen werken. Het is ook belangrijk om te kijken naar de meest gemarginaliseerde mensen in onze stad. En daar vooral een kritische blik aan te geven als het om beleid gaat. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat in elk beleid de mensen die het meest gemarginaliseerd zijn worden meegenomen? Daar zijn we volgens mij als partij erg goed in om in de hoekjes te zoeken naar waar het beleid dat nu gemaakt wordt nadelig is voor mensen waar in eerste instantie misschien niet direct aan gedacht wordt. En in navolging daarvan heeft de CNC ons een blinde vlek doen ontdekken waar het gaat over LGBTI-ouderen. We waren ons bewust van vereenzaming en ook bekend met pesterijen in bijvoorbeeld zorgingstehuizen. Maar dingen als de vraagverlegenheid van ouderen zelf en de handelingsverlegenheid zien we wel als een probleem waar de politiek absoluut op moet inspelen. Het zou bijvoorbeeld veel bekender mogen zijn dat Movisie daar een toolkit voor heeft. En ik denk dat de gemeente er een rol in speelt om daar veel meer onderzoek naar te doen hoe deze doelgroep ook geholpen kan worden en om die vereenzaming tegen te gaan. Op dit moment, kijkende naar de regeerperiode die er aankomt, hebben we een aantal dingen op de lijst staan waarvan wij denken dat de gemeente zelf daar een voortouw in moet nemen. Wij denken dat het hoog tijd is voor genderloze toiletten in de gemeentelijke gebouwen. Maar ook bijvoorbeeld dat we ophouden met mensen met mevrouw en meneer aan te spreken. En zeker met het vragen naar seksen of gender wanneer dit niet nodig is. En anderzijds in onderzoek dus juist wel vragen naar non-binaire of intersexe genders. Want daar mist onderzoek. En dat betekent dat deze doelgroep eigenlijk ontzettend veel hulp mist die het wel nodig heeft. Zoals je hoort hebben we dus heel breed nagedacht over deze problematiek. En zullen we daar in de toekomst ook ons in blijven verdiepen. Want Moed is er voor alle Maastrichtenaren, dus ook voor jou. Stem daarom op Moed. Jeroen, lijst 11, nummer 6. Dank je wel. Ik ben John Nausen.
Ik ben van Maastricht Vooruit, de lijsttrekker. Ik ben hier nu bij het COC. Ik ben in 1981 begonnen met een taxibedrijf. En via het taxibedrijf in aanraking gekomen met de LHBTI-gemeenschap. Die toen die jaren echt begon op te bloeien. Eigen identiteit kreeg in Maastricht. Ik heb dus ook gezien dat LHBTI-gemeenschap in die jaren daarna helemaal terug is gezakt van de opbloei die er was. Want er kwamen steeds meer gelegenheden bij, restaurants, cafés, discotheken. En langzaam weg zag je dat gewoon weggaan. En die schuld daarvan, dat ligt bij de gemeente. Omdat de gemeente de veiligheid, die toen steeds verder in gedrang kwam, in de taxi kon je dat merken. Je moest de mensen gewoon bij de deur gaan ophalen en je meldde, de deuren waren afgesloten, omdat ze anders lastig gevallen werden op straat. De veiligheid zal dus helemaal terug moeten komen in de gemeente Maastricht. En ik schaam me daar eigenlijk voor dat ik dat nu hier zo moet vertellen. Dat mensen gewoon niet meer veilig over straat kunnen lopen. Ik heb zien staan in dat akkoord dat het gaat om de middelbare scholen. Maar volgens mij moet het gewoon beginnen op de basisschool en al bij de ouders thuis. Daar begint eigenlijk al de opvoeding voor het accepteren dat iedereen gewoon recht heeft op liefde, op genegenheid. En dat het helemaal niet uitmaakt of je dan van mannen, van vrouwen of dat je in het verkeerde lichaam zit. Dat maakt helemaal niks uit. Wij als gemeente, raadsleden in Maastricht, zullen ons er hard voor moeten maken. En dan kunnen we nog 10 zebrapaden tekenen en vlaggen ophangen. Dat heeft dan helemaal geen nut. Dat is dan gewoon symboolpolitiek en daar moeten we mee stoppen. We moeten stoppen met dat praten daarover. We moeten het gaan doen. En dat begint ook met de handhaving. Dat als iemand aangifte gaat doen en of het dan geweld tegen vrouwen is of tegen mannen, dat maakt helemaal niet uit. Dat moet hard aangepakt worden. En niet weggelachen worden en van, ja, is het wel echt zo gebeurd? Dat moet hard gehandhaafd worden. Anders zal het nooit stoppen en de tolerantie die is helemaal verloren gegaan in Nederland. Niet alleen in Maastricht, maar in heel Nederland. En dan kunnen we allemaal akkoorden tekenen, heb ik net ook gedaan, met veel liefde en ook met veel passie. Maar als wij samen daar niet voor gaan staan, dan zal daar in de toekomst ook niks gebeuren. Maastricht Vooruit staat ervoor dat wij ons hard zullen inzetten voor iedereen, ook voor de LHBTI-gemeenschap. En wij willen hebben dat eigenlijk de voorlichting al begint op de basisschool. Daar hoort gewoon de basis gelegd te worden dat liefde en genegenheid voor iedereen is. En dat het helemaal niet uitmaakt hoe je dan in het leven staat. Stem Maastricht Vooruit.